Oh my god, zal ik gewoon de hele vlog dit beeld laten zien? En dan kunnen we allemaal gewoon huilen om dit beeld. Zo mooi! Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandagochtend. En ik ga nu naar Knap voor mijn Clearlift facial. Laser en geen facial, een laser en een spraytint, want ik ga morgen naar Parijs, dus ik wilde even een beetje iets bruiner zijn. Dus ik ga jullie gezellig meenemen. Het is maandagavond en ik ben de Minions aan het kijken met dit lieve meisje. Haar haar groeit zo snel de laatste tijd. Dus ja, we zijn gezellig de Minions aan het kijken en morgenochtend vroeg vertrek ik naar Parijs met Sander voor iets van werk. Ik heb er best wel veel zin in. Maar ik ga jullie natuurlijk meenemen in deze vlog. En ik ga zo even mijn spullen inpakken. Ik wil even 2 of 3 leuke outfits meenemen. Dus ik heb best wel veel leuke nieuwe schoenen. Dus ik ga zo even kijken of ik daar leuke outfits mee kan bedenken. En ik heb deze oorbellen ook vandaag gekocht bij de Zara. Dat is best wel leuk. Ja, dus that's it. Dat gaan we vanavond doen. En we hebben al gegeten. Dus wij gaan nog even film kijken en ik ga een beetje opruimen hier. En dan gaat Olivia naar bed en dan ga ik mijn spullen inpakken. Dus ik zie jullie zo. Good morning. Het is vandaag dinsdagochtend. Ik zit in de auto met Sander. En we zijn onderweg naar Parijs. We gaan daar een project shooten en van elkaar genieten. En we slapen in ons favoriete hotel, namelijk Plaza Athénée. Dus dat is super leuk. Dus ik zal jullie straks weer de kamer laten zien. Zonder kinderen. Zonder kinderen, kijk. Olivia is niet achterin. Super jammer. En ik kreeg net de school. Ik had Olivia vanochtend naar de crèche gebracht. En toen kreeg ik de schoolfoto van haar binnen. Ik moest hem nog zeg maar bestellen in grote formaat. Maar die moet ik jullie even laten zien. Oké, dit is foto nummer 1. Dit is foto 2. En dit is de derde. Dit is zo lief. Ik heb mijn make-up trouwens in de auto gedaan. Ik vind het best mooi geworden. Ook mijn eyeliner heb ik ook in de auto gedaan. Die is niet helemaal perfect, maar wel zo oké. En mijn haar heb ik niet van. Dat heb ik een soort van op laten drogen omdat ik gewas vanochtend. Dus dat ga ik zo in het hotel even krullen. En dan gaan we lekker uit eten. Zo meteen bij La Venue. Dus daar heb ik heel veel zin in. Oké. Ik ben aangekomen in onze hotelkamer en ik ben best wel vaak in mooie hotels geweest en mooie kamers gehad. Ik ben ook vaker in dit hotel geweest. Maar oké, aantal dingen. Ik ben echt de allergrootste Sex and the City fan ooit. En ik kreeg dus net te horen dat dit de kamer is waar Sex and the City gefilmd is. Echt, cannot. Gewoon, ik ben zo starstruck. Maar goed, hier gaan we dus slapen. Ik kan het echt niet geloven, het is zo mooi. Dus zo kom je binnen. In deze hal. En dan is hier een werktafel. En dit is hoe de kamer er zo uitziet. En dan is daar een bank. En daar zit Sander. En hier is een balkon. Daar is een balkon. En daar is een balkon. Daar is de slaap- en badkamer. Daar komen we zo. En kijk, dit is echt... Ja, ik kan echt wel huilen. Ik wil hier de hele avond gewoon zitten. Kijk. Dit is toch echt... Ik ga zo uiteraard meteen een Insta-foto maken. En dit is echt... I can't deal with this. Zo mooi. Dus ja. En onze spullen worden nu uitgepakt. Want dat is een service die ze hier hebben. Dit is onze slaapkamer. Ziet er zo uit. En ik zal zo de badkamer even filmen. Oh my god, zal ik gewoon de hele vlog dit beeld laten zien? En dan kunnen we allemaal gewoon huilen om dit beeld. Zo mooi! Hier is trouwens de inloopkast. Deze Louis Vuitton tas heb ik nieuw. En... Oh. Ik ben chips aan het eten. Dat dacht ik ook niet goed. Ze hebben dit niet helemaal uitgepakt. Dit is de badkamer. Super mooi, kijk hoe mooi dit bad is. I love marble. Daar ben ik. Ik heb een nieuwe jurk aan. Hele lange, ik zal hem hieronder linken. Het is echt, ik denk dat dit mijn kerstjurk wordt voor dit jaar. Ik zal zo eventjes, en hier is de douche. Daar ben ik, even kijken of die het redt zo.
Oh ja, kijk. Dus dit is die jurk. Ik vind hem wel mooi. Ik ben wel echt 10 kilo aangekomen de laatste tijd, maar goed. Dat even tussendoor. Alles zit zo strak. Daarom zeg ik het. Ja. Dus. That's it. I like it. Oké, ik heb net een foto gemaakt. Wat zeg je? Keek om net terug van Parijs, ja. Ik heb net een foto gemaakt en ik heb me even omgekleed. Ik heb even iets casuals aangetrokken. Deze broek van Levi's. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien zo. En zwarte top, ezels en deze jas van Max. Want dit en mijn Balenciaga schoenen. Had ik die al laten zien? Volgens mij wel. Die heb ik niet om. Nou goed, ik zal ze morgen in daglicht laten zien. Dus we gaan nu lekker eten. Wij zitten bij La Vue en ik heb een spicy tuna tartare voorgerecht en Sander smoked salmon. Oké, we hebben lekker gegeten. Dat is heel gezellig, hè? Super gezellig. En We hebben het over leuke dingen gehad. Oh, ik film je helemaal niet. Het is echt gezellig. Het is echt raar om zonder de baby weg te zijn, hè? Ja, heel raar. Nee, maar jij reist hier vaker zonder de baby. Ja, ik natuurlijk ook wel, maar we zijn ook met z'n tweeën weg. Ja, maar ik mis er wel verschrikkelijk. Ik kijk de hele dag naar foto's als een geobsedeerde freak. Jij ook, hè? Ja. Yeah, I love my kids. Maar slapen, of course, I miss them. We slapen dus in de kamer, wat ik al verteld heb, met I'm gonna rub it in de Sex and the City kamer. Dus wat ik mij leuk weet, en dat gaan we nu doen, is die Sex and the City episode kijken die in die kamer is opgenomen. In die kamer. Echt ultimate life goals achieved. Kan je dat nog één keer zeggen? Stop! Ik schrik heel erg. Nog één keer zeggen. Ik ben echt heel erg geschrokken. Nog één keer zeggen. Sex and Stop. Sippy. City. Kijk hoe mooi ons hotel van buiten is. Kijk. Met alle mooie bloemetjes. Daar is Sanneke. En daar is de Eiffel Tower. Wat vind je er eigenlijk van dat ik jou Sanneke noem? Ja, dat begrijp ik. Dat snap jij. Ja. Jammer dat deze droom maar 24 uur duurt, hè? Nee, dat is juist leuk. Ja, dat is waar. Steven, is dit elke, ja. Weet je wel, dagen lang. You're absolutely right. Ik heb dus net bij de gift shop. Het ruikt hier dus zo lekker in dit hotel. Dus ik heb de parfum van het hotel. Dus die is niet voor op jezelf, maar voor... in huis heb ik net gekocht. Ik kan het trouwens niet openmaken. Hij heet Amber, maar je kan hem alleen hier... in de giftshop kopen. En ik ben er echt heel blij mee. Ik heb zin om het hele huis lekker vol te sprayen ermee. Goedemorgen. Dit is toch echt niet normaal? Oh my god. Are you dying? Not too shabby, darling. Not too shabby. Have a seat and enjoy brekkie. Het lijkt wel of we op onze honeymoon zijn. Dit zou echt mijn perfecte honeymoon zijn. Ja, begrijp ik. Jouw ook? Ja, zijn niet gewend van. Hey Noor. Hi. Dit is best bizar dit. Volgens mij heb ik nog nooit zoiets moois voor mij gezien, ooit. Het is zo lekker weer ook. Moet je volgens mij zo heel erg inzoomen in de Eiffeltoren, nee hoor. Het is zo lekker weer. Goed hè? We zijn heel veel aan het eten, ik heb al 2 croissantjes op. En nu een broodje met scrambled eggs. Super lekker. Ik heb net de lekkerste mango ever op. Deze bloem heb ik stiekem geplukt. Ja. Kunnen we hier wonen? Dan zijn we binnen een week failliet. Maar toch. Oké, even zo officieel good morning. Ik heb mijn make-up al gedaan, maar ik zit nog wel lekker in mijn ochtendjas. Ik ga me zo even aankleden en dan gaan we wandelen door Jardin de Luxemburg. Want daar is super mooi herfst. En ik hou echt zo gek op de herfst. Dus daar heb ik heel veel zin in. Wat else wilde ik vertellen? Ja, Sander zit lekker op het balkon. Sander maakt altijd mixtapes elke maand, dat heb ik jullie wel verteld. En ik zal de nieuwste hieronder linken, want die staat denk ik nu als deze vlog online komt online. Welcome to the deepest mixtape in the universe, this time round, live from Paris actually. Wacht. I was here on a trip with my lovely wife and I thought, you know what, let's just record this mix right here and right now. I'm on a balcony right now in a lovely hotel overlooking Paris, seeing the Eiffel Tower, so that's pretty cool. Starting this mix off is classic record.
Oké, ik ging dus stiekem standaard opnemen, want hij doet zeg maar praat die mixtape aan elkaar. Maar ik zal het hieronder even linken. Dus die is even aan het werk nog en ik ga me nu aankleden. Ik zal zo mijn outfit laten zien. Hey Noor, kan jij misschien even herhalen wat je net tegen mij zei? Nee. Dat is echt heel grappig. Want ik kan wel dealen met iemand die zegt van, ik heb eigenlijk te weinig om aan te trekken. Ik heb de outfit meegenomen. Ik weet niet wat ik aan moet. Maar ik ben dus nu mijn broek aan het customizen. Dat doe ik eigenlijk op gevoel. Want hij was te lang die ik gisteren aan had. Dus ik heb dan één stuk afgeknipt, gewoon op de gok. En dan leg ik die op het andere stuk. Dan weet je ongeveer. Maar dan kan je toch beter dan omzomen? Zo heet dat toch? Dat nee, je weet wat je moet doen. Nee, dat maakt me niet zo veel uit. Dat is maar te veel gedaan. Ik doe dat altijd op gevoel. Oké, okay, ja, fair, hè? Nou, ik heb een beetje te veel gedaan, maar ja. Who okay. cares? Well, I don't know. Ik heb net de mixtape helemaal opgenomen, de vocals, zeg maar. Deze schaar is zo bot. Kijk, hier. En daar heb ik niet zo heel veel afgeknipt. Deze schaar is te bot. Oké. Okay. Je ziet eruit als Gwen Stefani. Tenminste, qua body. Een dikke Gwen Stefani. Nou ja, zeg toe even. Jezus, vrouwen zijn echt zo knettergek. Hey, heb je het resultaat, hè? Ja, ik ben heel blij mee. Kijk, want nu zijn deze sneakers er ook. Want hij was zo erg te lang. Nu zit hij perfect. Oké. Okay. Dus je gevoel werkt gewoon? Ja. Oké, okay, ik heb me aangekleed. Ik heb dit Levi's jasje aan. Van de mannen. Ik zal hem hieronder linken. Mijn vintage Diorling. Die heb ik gekocht op Rebel. Dat is een hele leuke vintage site. De H&M jurk. En ik heb hieronder even mijn Balenciaga sneakers aangedaan. En ik heb hakken mee. Misschien dat ik voor een foto hakken aan doe. Dus, that's it. Let's go. Ja, moet ook gebeuren. Ja. Echt een kleine Parisienne ben jij. Fris, hè? Maar laten we niet vergeten dat het gewoon 1 november is. Ja, mijn broer is jarig. Mijn broer? Ik ga hem straks bellen. Sowieso. Mijn broer is ook bijna jarig. Ja, over een paar dagen. 6 dagen. Wauw. The number woman. Op 17 november. Ik twijfel. Hey Noor, on a scale of 1 to 10, hoe kicken was deze 24 uur? Ja, zo vet. Toch? Jammer dat het voorbij is, maar ik kijk wel heel erg uit naar Finjan eten straks. We gaan straks shawarma eten in Hamburg. Of in Hamburg. Hamburg? In Antwerpen. Shawarma eten in een hamburger. In Antwerpen. Ja. En ik krijg dus ook best wel vaak DM's van mensen die sturen van oh, ik heb zaterdag bij Finjan gegeten. Ga je denken. Ja, maar het is altijd zo lekker. Omdat wij het zo lekker vinden. Ja. Sergio Herman en Nick zijn... Zo ben je daar terecht gekomen, toch? Ja, precies. Die hadden me dat getipt. En sindsdien kan ik echt niet meer zonder. Nee, wat een mooie stad is het dus, schat. En ik ben blij dat jij het ook lekker vindt. Dat helpt mij wel in mijn guilt ding. Oké, okay, doei. Kijk maar nog eens aan. Mwah. Wij zitten weer in de auto. En alles gaat echt super snel vandaag. Soms kan je Parijs echt in 4 uur rijden en soms in 6. Maar vandaag is echt een stille dag. Want Parijs uit is altijd gedoe, maar het is een bank holiday. Dus het was echt heel chill om Parijs uit te rijden. Ja, feestdag. Nice. Allerheilige. Allerheilige feestdag. Was het vandaag. Ja, en wat wij nu gaan doen... Tenminste, dat denk ik. Dat denk ik ja, alle heilige feesten. Oh, ja. Ja, maar is dat ook dan een feestdag? Het is een bank holiday, ja. Anywho, we zijn nu onderweg naar Finjan. We gaan zo lekker eten. Ik heb er zo'n zin in. Ja. That's it. Hebben we verder nog wat te vertellen? Ja, we hebben heel veel zin om Bibi en Olivia te zien. Die zijn thuis met oppas. En ja, Olivia slaapt alleen wel als we thuis zijn. Maar Biepje wacht op ons. Yep. Kan niet zo heel laat thuis. Dus ja, het gaat heel goed ook met Bibi op school. Ze heeft allemaal goede cijfers gehaald. Dus dat is heel leuk. Ja. Oké, okay, nou goed. Ik ga even chillen weer. We gaan weer verder rijden. Dus ik zie jullie zo. Oké, okay, wij zijn bij Finjan. En we waren zo goed. Dat we... Nou, ik heb mijn pita kibbel op. En nog niet. En binnen 1 seconde hebben we een Engelse dip op ons gevonden. Oké, guys. Het is de volgende ochtend en ik ben thuis. En ik ben lekker in bed. Met het lekker ruikende, lekker struikende babytje ooit.
Oh nee! Oh nee, jij loopt vast. Oké. En ik ga de vlog afsluiten voor deze week, want ik heb alweer te veel gevlogd. Ik hoop echt dat jullie de video leuk vinden die morgen online komt van Bibi en mij. Tenminste voor jullie niet morgen, maar 2 dagen geleden is die online gekomen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden, laat ik het zo zeggen. En vergeet niet te subscriben, want vlogmas komt eraan. Elke dag een video. Het is alweer bijna. Nog 4 weekjes. Oh, sorry. Anywho. Ik ga de vlog afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie woensdag weer.